En allereerst, ik ben super blij ermee. En dat komt voort uit dit boek. Groepsafspraken kan ik ook net niet lezen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die inzichtelijk maken? Gaat erom, is nog steeds belangrijk. Maar, hè, van alsof ik les geef aan de camera. Nee, geef les aan jullie. Lief zijn, aardig zijn. Oh, eerlijk, dat vind ik ook een hele mooie. Dit zijn de basisdingen om een tekening te maken. Dit mag gummen, want het hoeft niet perfect. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 1 februari. Mijn naam is Joyce en ik sta 5 dagen voor groep 5. Zoals jullie allemaal weten, heb ik dus de switch gemaakt van middelbaar naar basisschool. En allereerst, ik ben super blij ermee. Ik ben echt weer mezelf. Ik heb plezier en ik moet wel heel erg wennen nog aan nieuwe school. Ik moet zeggen, halverwege het jaar ergens inkomen is nou niet iets wat ik iemand zou aanraden. Maar we komen er. Ik heb meer rust in mijn hoofd en methodes zijn nu een beetje, ja, je komt achter dingen dat je denkt, ja, dat weet je ook niet. En dat is ook wel logisch. Maar normaal heb je daar in het begin van het jaar een beetje tijd voor. En nu kom je halverwege en dan, nu moet je het gaan doen. Gelijk ook je IEP-toetsen, dus dat was best wel pittig. En ik heb eventjes heel lang gewacht met echt vloggen in de klas. En dat heeft te maken met dat het ook onbekend is voor de school, de kinderen en de ouders. Dus vandaar dat het wat langer op zich heeft gewacht. En nu gaan we gewoon kijken. Ik ga ze vertellen bij welke les ik precies ga vloggen. En vertellen hoe ik dat doe. En dat er geen kinderen in beeld komen. Want dat is de afspraak die ik nu heb gemaakt met school en het bestuur. Maar ook met de kinderen. Dus dat is belangrijk. En waarom dan vandaag wel vloggen? Is omdat ik een les ga doen dat gaat over groepsmissie. En dat komt voort uit dit boek. Zij werken namelijk met van Marijke Broer. Continu verbeteren in het onderwijs. En dat is dus te zien. Ja, in de vorige vlog had ik al wat verteld over het databord, groepsmissie en zo. En halverwege het jaar ga je je groepsmissie dus evalueren. Vinden we nog steeds wat er staat? Wat zouden we anders willen doen? Wat gaat goed? En waarvan kunnen we het aanscherpen? En toevallig hadden we laatst dus een cursus van visualiseren. Workshop visualiseren, dat gaat over eenvoudige tekeningen maken die ondersteunend zijn in beeld. En tijdens die les ging ik zelf nadenken, hoe zou ik dit kunnen inzetten? Of tijdens die workshop bedoel ik. En toen dacht ik heel erg aan die groepsmissie. En toen heb ik zelf eventjes een voorbeeld gemaakt. Het liefst wil ik dit nog natuurlijk niet laten zien. Maar wel om mezelf een idee te geven van hoe zou je het dus kunnen vormgeven. En op deze manier, als je die uitvergroot en ophangt, is het natuurlijk super inzichtelijk. Groepsafspraken kan ik ook net niet lezen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die inzichtelijk maken? Nou, en daarin neem ik jullie dus mee. En die spoedcursus tekenen, die heb ik op basis van tekenen in de klas. Daar heb ik een cursus van gedaan van Harriet Robijn. Je kan haar vinden ook op Instagram, tekenen in de klas. En daarin leer je dus eenvoudig poppetjes tekenen. En dan leer je dat je met bepaalde basisdingen, zoals een punt, een lijn, een vierkant, een cirkel, een kommetje, een spiraal en een pijl, dat je daar iets van kan maken. Dat is het enige wat je nodig hebt. Dus in feite zou iedereen kunnen tekenen. En ik hoop dat die leerlingen dan ook een succeservaring hebben. Dus ik hou deze even erbij tijdens de spoedcursus. Zodat ik ze wegwijs kan maken van hoe kan je nou het beste tekenen. Het zou ook fijn zijn als we allemaal een tekenschriftje hebben. Ik moet zeggen, ik heb geen idee hoe het uitpakt. Het is altijd in de praktijk anders dan dat je van tevoren bedenkt. Dus ik ga het zien. Ik ga even kijken voor tekenschriftjes. En dan ga ik nog even de klok ophangen. Want ik heb inmiddels een mooie zonnebloem van gemaakt. Om er 5 minuten aan te duiden. En ik heb daarboven, ik weet niet of je het ziet. Daar heb ik dus kwart voor en over en over. In een soort matrix, zodat ze dat beter kunnen oefenen. En dan wil ik even vaker vragen, joh, wie kan mij nu vertellen hoe laat het is? Vaak zien we dat digitale tijd beter is.
nu in deze tijd dan de analoge klok. Wat op zich wel logisch is, want ja, de generatie is ook veranderd. Hè? Meer telefoons, meer digitaal. Op de computer is het digitaal, digibord is digitale tijd. Dus het is altijd belangrijk om nog steeds deze op te hangen. Want ja, op een station heb je die ook. Maar goed, heb je ook digitale tijd. Gaat erom, is nog steeds belangrijk. Maar hè, we gaan kijken hoe goed mogelijk we het inzichtelijk kunnen maken. Dus ik word ook uitgedaagd om in groep 5 dit soort dingen inzichtelijk te maken. Wat ik best even schakelen vind. Maar we komen er wel. Dus daar ga ik bij filmen. Ik film niet jullie als in het gezicht. Dus je komt niet met je gezicht in beeld. Dat is belangrijk voor om te weten. Is dat ik dat van tevoren eventjes aangeef. Dus dan zijn jullie op de hoogte daarvan. Dit is dus de camera. Nou, jullie zien niks, want ik zie mezelf. Kijk, maar dan ben je ook niet afgeleid, want het beeld staat naar mij gedraaid. Ik zet hem vaak gewoon neer en met de les zet ik hem dan eventjes zo neer. Dan kijk ik of hij goed staat en dan laat ik hem gewoon zo staan. Dus ik ga niet lesgeven en dan zo tegen de camera praten van... alsof ik les geef aan de camera. Nee, ik geef les aan jullie. Betekent niet dat je ineens gekke dingen gaat doen omdat de camera aanstaat. Betekent niet dat je geen antwoord durft te vertellen want je bent bang dat het erin komt. Nee, ik weet precies wie wel en niet toestemming heeft voor geluid. Daar ben ik heel zorgvuldig mee en dan ga ik kijken wie dat zijn. We gaan het vandaag hebben over onze groepsmissie. En dan gaan we ook een stukje reflecteren op wat we nu hebben. Dan gaan we een nieuwe groepsmissie gaan we maken. En daar gaan we dus ook tekeningen bij maken. Dat is de bedoeling. Maar eerst gaan we kijken, wat vinden we hier nou van? Wat gaat er al beter? En wat kunnen we meenemen in onze nieuwe visie? Ik wil dat je dat even in je groepje of tweetal bespreekt. En dan eventjes daar antwoord op geeft op je wisbordje. Wat zijn dingen die we in onze aangepaste missie zouden willen toevoegen, wat jullie belangrijk vinden? Welke zou de missie nog in de gemaakte missie? Welke mis je dan nog? Gaat zo, ieder heeft één vak. Dus je ziet het, leerling A, leerling B, leerling C, leerling D. Iedereen schrijft straks in stilte, want ik vind het belangrijk dat iedereen er zelf over na heeft gedacht, je nieuwe missie op. Welke woorden of steekwoorden passen bij de missie? Dus stel nou voor dat jullie allemaal hebben, we vinden het belangrijk dat we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Dan schrijven jullie hierop, helpen wanneer dat nodig is. Lief zijn, aardig zijn. Oh, eerlijk, dat vind ik ook een hele mooie. Nu staat er niet pesten, maar wat willen we wel? Wat nog meer? Oh, en de rest? Willen jullie even doorstrepen als je iets hoort wat jij ook had? Want dan kan je makkelijker kijken. Ja, wat hadden jullie nog meer? Dan een kronkel. Met... dit zijn de basisdingen om een tekening te maken. Let op, ik ga nu iets tekenen. En jullie moeten kijken welke van deze vormen zie jij hierin terug. Je zegt, ik zie welke vormen. Welke vormen heb je gezien? De kronkel, twee keer, heel goed. De boog, heel goed. De boog, deze, heel goed. Bij de tekel, heel goed. Wat nog meer? Het rondje, hij is niet helemaal een rondje, een ovaal, maar het is wel een figuur, heel goed. Nee, en weet je waarom? Ik heb een stift uitgedeeld met een reden. En dat komt omdat wij hier kinderen hebben die het graag heel goed willen doen. De bedoeling is dat je niet mag gummen, want het hoeft niet perfect. Dat is waarom ik het met een stift doe. Nee, ik wil jullie uitdagen. Nee. Ga eens zelf een fiets tekenen met deze bestaande figuurtjes die je hebt. Thank you.
zegt nou, ik ben best wel tevreden nu over mijn fiets. Hier gaan we namelijk de woorden in maken die we hebben opgeschreven. Eerlijk, samenwerken, helpen, luisteren, één groep en gezelschap. Heel simpel soms is gewoon, een, als ik denk aan de eerste pauze, een appel. Het is inmiddels alweer 3:30 na schooltijd. En de groepsmissieles is nog niet af. Ik heb ook even gereflecteerd op de dag, want dat doe ik dus standaard. Dus dan kan ik ook uitleggen wat vond ik er nou van. En hoe zou ik het anders doen of wat zou ik anders aanpakken. Ik vind het belangrijk om elke dag te reflecteren. Twee redenen waarom ik het doe. Eentje is omdat ik steeds hetzelfde doe, maar niet nadenk over hoe zou het dan anders kunnen, hoe zou ik het anders willen. Want als ik dat opschrijf, dan ben ik het meer geneigd om het te doen in plaats van dat ik het snel reflecteer in mijn hoofd. En de tweede reden waarom ik het doe is omdat ik vaak soms denk, nou wat is dit voor een kakdag. En dan is er zo'n klein dingetje gebeurd. Terwijl er zoveel positieve dingen zijn gebeurd. Waardoor ik het meer kan relativeren en kan terugkijken op van, hey, het was eigenlijk wel een goede dag. En dat heb ik al meegemaakt, dus dat was echt super fijn. En ik heb de volgorde van vragen wel weer veranderd. Omdat ik merkte dat het fijner is om even te beginnen met de verbeterpunten. En daarna alle positieve punten. Omdat je dan positief eindigt en dan ga je je dag ook positief uit, zeg maar. Welke reflectievragen heb ik dus? Hier doe ik dan per dag heb ik deze vragen. Dus wat kan er beter? Hoe zou je het volgende keer anders doen? Welke dingen hebben je energie gekost? Wat ging er goed? Hoe kwam dat? Van welke dingen kreeg je energie? En noem 3 leuke dingen van vandaag. Nou, en ik ga niet alles delen, want het is echt veel. Ik reflecteer ook heel veel. Een beetje gedetailleerd, maar ik zal eens een voorbeeld geven van wat ik dus vandaag bijvoorbeeld heb gereflecteerd. Nou, wat kan er beter? Hoe zou je het volgende keer doen? Ik was iets te lang bezig met rekenen. Ik had daarbij zeker de uitdagingsgroep eerder kunnen laten afstromen. En voor de volgende keer wil ik echt hun uitdagingswerk weten waar ze mee bezig zijn, zodat ik dat kan doorpakken. Ik merk dat ik daar nog niet helemaal aan toe ben gekomen. En dat wil ik eigenlijk wel. Wellicht handig om dat dus volgende week op te pakken. Dus hè, hoe ga je dat doen volgende week? Dus volgende week hebben we nog een stagiaire. En dan is het gewoon super fijn als ik daar dan de tijd voor neem. Nu het nog kan. En dan kan ik het even met ze uitzoeken. En hoe gaan we dat doen? En een beetje eigenaarschap natuurlijk. Dat zij ook daarin meedenken. En ook weten hoe is het voorheen gedaan met de andere juf. En wat werkt wel en wat werkt er niet. Bij de verlengde instructie duurde het wel heel erg lang en daardoor kon ik minder goed andere kinderen helpen. Ik zou heel graag een soort structuur willen waarin, ik had bijvoorbeeld, wat ik anders had kunnen doen is ze aan het werk zetten. Hebben dus eens om samen doen, dan de volgende zelf. En terwijl zij die zelf doen, dat ik dan even alvast een rondje loop. En dat ik dan terugkom en dan weer de som pak, want nu kon ik er bijna niet van uitgaan dat iedereen het wel snapt. Alhoewel een grote deel wel. Maar ik had misschien net 2 kinderen die ergens tegenaan liepen. Gelukkig komen die wel naar mij toe. Maar het zou fijner zijn dat ze weten, oh, dan komt de juf een rondje lopen. Het is gewoon meer, iets meer structuur erin. De spoedcursus tekenen had ik misschien beter eerst kunnen geven voordat ik de groepsmissie ging doen. Want nu was zat het niet helemaal in verhouding. Het heeft wel met elkaar te maken. Eerst zou ik de spoedcursus doen. En vervolgens zou ik daarna de groepsmissieles doen. Waardoor je dat vertalen in tekeningen gelijk kan doen. Dus dan kan je doorpakken. Kinderen zijn echt gedetailleerd soms. Terwijl het juist de kunst is om het te visualiseren. Dat iedereen het begrijpt. Zonder echt hele zinnen erbij te maken. Maar juist uit het plaatje kan halen. Dus daar valt nog wel wat winst te behalen. En 3 leuke dingen. De kinderen vonden tekenen leuk om te doen. Ik kreeg een gericht compliment uit het niets van een leerling. Dat is fijn vind dat als ze iets niet snapt dat ik er kan helpen. En ik ben wel blij dat het kledinggebeuren klaar is. Dus dat heb ik nu gereflecteerd. En zo probeer ik toch even terug te kijken wat had ik ook voor de rest van de week ingezet. En dat neem ik dan mee. Ik merk dat als ik het dus reflecteer, dat ik er sneller iets mee doe dan dat ik het gewoon snel de dag doorneem, zeg maar.
Hier was al iemand druk aan de slag gegaan. Delen. Samenspelen. Aardig zijn. Compliment geven. Die heeft hij verbeterd. Dus kijk, positiviteit vond ik heel leuk. Samenwerken. Eerlijk zijn. Deze vond ik ook erg creatief. Eens kijken. Samenwerken. Luisteren. Deze vond ik ook wel heel erg leuk gedaan. Met zo'n groot oor. Helpen. Dus dat iemand helpt. Eén groep vond ik ook leuk gedaan. En gezelschap. En nou zijn er nog meer kinderen die dat hebben gemaakt. Maar dat zit in hun la. Dus ik ga niet vissen. Maar ik zal de resultaten een keer op Instagram gooien. Of een keer laten zien nog. Maar het is heel tof gedaan. Hoe ze hun eigen creativiteit. Hoe ze het verhaal beeldend kunnen maken. Ik vind het heel leuk. Ja. Ook ik ga lekker oefenen. En dan leer ik de kinderen ook. Simpel. Maar toch weet ik wat ik bedoel. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.